En dit is zo'n volwassen haring die je dus kunt bakken. Die gaan we in een warm zuurbad gooien en dan heet het ineens escabeche. Ik pel even een klein rood uitje. Ik heb hier 2 wortels of 1 winterpeentje, is ook goed. Dan gaan we de hele bundel in hele kleine blokjes snijden. En nu we toch heel chic zeggen escabeche, dan zeggen we nu ook, we snijden de worteltjes brunoise. Zo. Zo, de pan ga ik even goed voorverwarmen. Het moet helemaal droog en heet zijn. Want het eerste wat ik ga doen zijn mijn specerijen roosteren. Ongeveer een eetlepel komijnzaadjes en een eetlepel korianderzaad. En als je ze roostert in een hete pan, komt er veel meer smaak uit. En terwijl die roosteren, snij ik nog eventjes flink wat knoflooktenen. Zeker wel 5 of 6 tenen kunnen hier wel in. Het is met veel bombarie en veel smaak. Goed, die zaadjes worden nooit donker nu. Nu pas doe ik er de olie bij. Ik had een laurierblaadje bij. En alle uitjes en worteltjes. En er mag best wat in, hè, want wij hebben natuurlijk hele dikke vissen. Dat bakken we een beetje uit. Dan kunnen dan hier nu die knoflookjes erbij. Flink veel, lekker dun gesneden. Er wordt een soort marinade, wordt dit. Zo, en deze pan met lekkere, smeulende, gezellige groentetjes, die ga ik afblussen met rode wijnazijn. Iets van 100 tot 125 milliliter. Daar gaat bij een beetje peper en zout. En dan laat ik dit eventjes inkoken. Heel zacht vuur. Dan gaat er nog een glas water bij. Ook ongeveer 125 milliliter. Dat is natuurlijk een marinade. Die moet eigenlijk een tijdje staan. Het zijn die lekkere dikke haringen. Ik heb de kop en de staart eraf gehaald. De binnenkant open en schoongemaakt. Daar zitten nog gewoon een ruggengraatje in en wat kleine gaatjes. Dat is een heel makkelijk gaatje, dus niet angstig kijken. Als je die vis gegaard hebt, dan valt hij er zo in één keer uit. En we gooien hem heel even zo door de bloem. Ook de binnenkant. En dat klopt overtollig, mag je er weer afkloppen. Volgende pan. Goed, de visjes gaan erin. Ongeveer 3 minuten per kant. En ik laat hem gewoon heel rustig zo in de olie lekker frituren. Dan krijgt hij een lekker knapperig korstje van. En dat stevige korstje, dat is zo direct heel lekker, omdat hij dan dat zuur en die marinade helemaal in zich op gaat nemen. Hoe langer je hem laat staan, hoe lekkerder die wordt. En dan eet je ze gewoon een beetje op kamertemperatuur. Met een stukje brood erbij of een klein gekookt aardappeltje. Grappige is, het is natuurlijk geen geur-tv, maar als ik het zou moeten beschrijven, dan ruikt het hier naar sardientjes. Ze zijn klaar. Even de laatste nog op het bakpapier even laten uitlekken. Mooie stevige gebakken vissen. En hier is onze marinade. En dat mag nu lekker staan. Overgiet hem af en toe even. Draai even de vissen om. Dat ze gewoon lekker even in die marinade kunnen wentelen. Heeft u dit gerecht ook gemaakt? Laat het ons weten in de comments hieronder hoe het u verging. En wilt u meer video's van hoofdgerechten zien? In de playlist hiernaast staan ze allemaal. En als u zich abonneert, dan mist u nooit meer een nieuw recept.